je wordt in het dagelijks leven wel eens als stem herkend, ja. Ik stond laatst bij de supermarkt en toen vroeg de kassière: bent u de stem van Dommel? Ik zeg, nou, u heeft goede oren. De casting van Dommel was eigenlijk een beetje direct ingegeven. Ik zag die figuren, die voor dat en die voor dat. Dat was overduidelijk. Daar heb ik niet lang over gedaan. Dat is niet een ingewikkelde casting geweest. Dat had te maken met een bepaalde klankkleur en vooral ook kundigheid op het gebied van nasynchroniseren. Want dat was soms hier en daar best wel ingewikkeld om te doen. Ja. Ik werd gevraagd door Meinder ter Goede, die ik al kende van de vorige tekenfilms, onder andere Maya erbij. En dan word je gebeld als freelancer. Hij dacht, Hoekman is waarschijnlijk een goede stem voor Dommel. En daar had hij eigenlijk gelijk in, ja. Ik had bij wat ik zag, dacht ik van, dit beeld wat ik zie, dat kan goed ingevuld worden door Hans Hoekman en dat beeld door Jan Anne. Die hebben die semafoor, een beetje al lange gerekte. Ik denk, dat zag ik aan Anne meteen doen. En ja, dat zit dan in je hoofd en je begint ermee en het werkt. Dus dan hou je het daarbij, zo is het gegaan. Ik mocht dus de rol van semafoor doen in Dommel. En de cast voor daarnaast ook vele andere stemmetjes. Maar dat is spontaan op het moment. We hebben een gezocht naar een typje, een pedant professortje, zoals het gezicht ook uitzag. Dan kijk je eerst naar het beeld en dan denk je, klopt dat wel? En is dat nog een man? Ja, dat is Dommel. Ja, precies, heel goed. En dus dat is door de producent goedgekeurd. Dus dat ga je dan opnemen. Dommel, doe onmiddellijk het licht weer uit. Op dit soort ogenblikken is sfeer heel belangrijk. Geniale uitvindingen doe je de schemering en niet bij TL-licht. Grompie, oké. Ach, ieder diertje zijn pleziertje. Ik ga maar eens wat doen. Jan Anne, die heeft een, die kan ook een beetje kelig zijn, een beetje schraperig. Dus die heeft dan, ja, net niet een oude man spelend, heeft hij die semafoor gedaan. Een beetje raar. Een beetje een soort raar kraakje gecreëerd. Waar hij geen ontstekingen van kreeg als hij het lang moest doen. Daar moet je ook rekening mee houden. Hè? Als je een stem maakt, dat je een bepaald bereik hebt in die stem. Bijvoorbeeld extreem hoog of leuk schor. Als je niet checkt van tevoren van, hou je dit vol 10 afleveringen. Dan loop je op een gegeven moment na 2 afleveringen vast. Want dan gaat die stem stuk omdat die geforceerd wordt. Dus dat moet je ook rekening mee houden als je een bepaalde extremiteit in een stem gaat creëren. Dat je dan zegt van, hou je het vol. Toen de serie Dommel begon, werd ik gevraagd om een auditie te doen. En dat kwam heel erg slecht uit, want ik had totaal geen stem. Ik had dat stembandontsteking. Dit beetje. En verder had ik niks. En toen zei Meindert, die het regisseerde, kom toch maar. Ik kan helemaal niet praten. Kom toch maar. En toen ben ik daar gaan zitten achter die microfoon en heb een rol gespeeld zoals ik. Maar uiteindelijk heeft, denk ik, mij ervan kunnen overtuigen, de mensen die erbij zaten, het feit dat het gespeeld werd. Het werd dus geacteerd. Alleen iemand die op dat moment volkomen zonder stem aan het acteren was. Heel raar. Rare gewaarwording. Ik dacht ook, nou, dat wordt dus niks. Maar dat is dus wel wat geworden en dat was wel leuk om te doen, hoor. Oh, dat is handig, zeg. Die neem ik. Oh, dat hing eens zwaar, zeg. Daar was een reden voor, maar die weet ik niet meer. Ik neem hem mee, dankjewel, hoor. Vergeet de handleiding niet. Weer een weg. Dommel, je wilt vast wel een mooie uitvinding uitzoeken voor je buurmeisje. Voor jou altijd, Sherry. Ik weet het al. Wat spannend. Ik werd gevraagd door de regisseur, Meinder ter Goede, om een voice test te doen. En toen werd ik Sherry. Ja, dat was gewoon, ik geloof dat mijn eerste productie was. De eerste nasynchronisatie. Sherry bijvoorbeeld, dat kleine meisje. Ja, dat was een beetje een dom blondje. En we hebben echt vreselijk gelachen met Beatrice. Die moest een beetje op de sexy tour en onschuldig en naïef dom blondje spelen. Maar Sherry, ik geloof werkelijk mijn ogen niet. Wil jij slanker worden? Als je mevrouw Beatrix mooi en slank kunt maken, kun je mij ook beeld schoonmaken. Wat zullen we doen? Wat heb je in huis?
Een beetje lichter, zegt Mijnertander. Probeer eerst iets. Doe maar een beetje lichter. Laten we proberen of dan... Nee, dat mag wat, wat hoger. Want anders heb je, ben je ook dat donker kwijt voor nog wat boevenstemmen die je erin moet doen. Hè? Nou, oké, dan ga ik wat meer naar mijn kopstem erin. Moet je luisteren. En dan zit ik half in mijn falset. En dus dan doe je in je keel allerlei dingen technisch. En dat probeer je dan een paar keer uit. En dan krijg je een bepaald geluid. En dan zeg je, ja, dit is het geluid dat we moeten hebben. En dat ga je dan in een dialoog proberen. En dan denk je van, nog een beetje meer aanzetten hier, een beetje meer dat doen. Ja, nou is het helemaal leuk. Dus de manier waarop je die stem doet, dat creëer je op het moment dat je aan zo'n scène begint. Je kijkt hem eerst even met z'n allen en je bediscussieert het zo van, nou, hoe gaan we hem aanpakken? Dan ga je dat een paar keer uitproberen. En op een gegeven moment heb je het geluid wat hij moet hebben. Als dat goed klinkt, dan zet je dat even apart, in een apart mapje, zeg maar. Dat je het weer even terug kunt halen als je een eindje verder bent en je hebt het idee van, nou, ik raak mijn stem een beetje kwijt. Zo. Luister even naar wat je bij die test hebt gedaan toen het zo goed ging. Oh ja, zo klinkt hij dan. Dommel een beetje rond. Dus ik zeg, maar we gaan nou niet met een lage stem noemen. Hè? Want Hans heeft een lage stem. Jan Nanne kan ook heel laag. Het zijn eigenlijk de tweegenen die jarenlang alle lage stemmen hebben gedaan in Nederlands. Maar doe die nou wat lichter. Maar met de wetenschap dat je die massieve ribbenkast hebt, zeg maar. Borstkast. En dat werd dan een soort tussenvorm waarin hij zich wel voelde en klopte bij wat je zag en hoorde. Je komt de studio binnen, je krijgt een ordner en je ziet het beeld en je denkt, wat is dat nu? Wat gaan we doen? En dan zie je een grote witte hond en dan denk je, nou, misschien een beetje zo. Maar ja, het zouden 104 afleveringen worden, dus dan denk ik, dit 104 afleveringen, dit geluid, dat wordt irritant. Dus toen vroeg ik aan mij, dat de regisseur, mag ik er misschien ook een beetje een chagrijnig hond van maken? Gaan we nou doen, zeg maar voor. Heb je nou weer uitgevonden? Dan kun je ook veel meer nuanceren. En dat is het dus geworden. Zeg maar voor, ben je al klaar? Dommel, je komt als geroepen. Hij is af. We gaan hem meteen uitproberen. Niet weggaan, Dommel. Wacht even. Zo. Denk je dat het enig verschil maakt, Dommel? Nu moet je op het verhogingje gaan staan. Ai. Het origineel van de Dommels waar Japanners, moet je voorstellen. Dan had je niet een script waarvan ze van Jantje zegt A en Marietje zegt B. Nee, dat was een guide script. En wat erin stond was, Marietje zegt iets over dat en dat tegen Jan. En dan Jan zegt iets tegen Marietje, maar laat intussen ook dat en dat vallen in die put. Dus dat was een soort half situatiebeschrijving, maar niet de dialoog. Dus die moest je gewoon verzinnen. Dat was eigenlijk waar het op neerkwam. En ik weet nog wel dat Mark, die vertaalde dat, die dingen. En dan zat hij met zijn oren dicht te lezen wat hij deed, om te kijken of met de spiegel naast zich of de bek gelijk was met het beeld wat ervoor stond. Die werd er helemaal gek van. Kijken. Want je had het Japans ook. Zeg maar, dan hoorde je in het Japans, Hanjonga. En dan ging de ander verder. En die Hanjonga was betekend van, ik vind het heel leuk dat ik u gezien heb en ben blij dat u weer weggaat. Dat was de betekenis van het stukje wat in het Engels zegt daar dat en dat en dat. En dat is die zin. Dus soms zo'n stukje Japans in beeld was in betekenis had het zo lang moeten worden. Dus je moest het eigenlijk een beetje componeren, dat script. Een rampenplan. Dat hoor je zoiets, daar heb je geen alvast. Soms kun je iets hebben wat je op de koptelefoon hoort van de originele versie, die je dan in Nederland moet inspreken. En soms is het ook helemaal storend. Die versie van Dommel, daar hadden ze, voor die stemmen hadden ze allemaal, die leken allemaal op elkaar, die stemmen. Dus dan hoor je op de koptelefoon alleen maar, dus daar had je niks aan om als houvast. Dus dan moet je alleen maar naar het bekje kijken in beeld en dat dan met je eigen geluid invullen, ja. Dommel! Nou, heb je enig idee hoe laat het is? Wat kan mij de tijd schelen? Ik droomde net zo lekker. Je kunt me wat met je dromen, het is bijna lunchtijd. Oh, de dag vliegt om. Dan moet ik mijn ontbijt, mijn koffiebroodjes en mijn lunch allemaal tegelijk eten. Wat? Een lege koelkast? Semafoor, waar ben je? Aha, daar is die. Zeg Semafoor, waarom heb je nog geen boodschappen gedaan? Ik verga zo ongeveer van de honger.
De hele koelkast is leeg en ik had juist zo'n zin in een groot stuk kip. Oh ja, en vergeet geen worst mee te nemen. Worst gaat er altijd wel in. Ik zie je straks, zie maar voor. Eerst nog even wat slapen. Bij Dommel heb ik een tijdje dus Jan aan het Rent en Hans Hoekman, bij elkaar gehad. Maar er was ook een kleine reden waarom het misschien verstandig was om dat te laten. Want bij de eerste opname had ik ze allebei in huis. En toen stelden ze zich aan elkaar voor van hallo. Nou, zei Hans Hoekman, je mag best blij zijn dat je met de beste nasynchronisatie man van Nederland mag werken. Waarop Jan Anne Drent zei, nou, dat zijn er dan twee. Dus dat heb ik zo één morgen aangekeken. En toen dacht ik, nou, het is beter om gewoon losse spoortjes te vullen. Dus ik heb de rest van Dommel met losse spoortjes, losse tracks gevuld. Maar het was wel een grappig moment. Ik neem eerst een kopje groentesoep, dan een biefstuk en een ijsje na. Wat was dat opeens? Is het restaurant door een aardbeving getroffen? Nee, geen aardbeving, maar ik sta wel op ontploffen, Dommel. Je bent te ver gegaan dit keer. Als je vraagt om de rol van Semafor te omschrijven, dan zou ik zeggen dat is een pedanterig eigenwijs professortje. Dat wel eventjes de wereld zal verbeteren. Maar niet zichzelf verbetert, want hij is de beste sowieso al, dus er valt niks te verbeteren. En wetenschappelijk ook, voortdurend bezig met uitvindingen en daar trots ook op is, dat hij wat kan. Als hij een probleempje ziet, oh, dat is een probleempje, ik ga het oplossen. En dan ging hij dat oplossen met die rare domme hond naast zich, hè, de dikke en de dunne. Zeg maar, dat is ook een oud beproefd concept. Om naast een slim iemand goede lobbes te zetten. En wat die hond dan is in dat geval. Die er altijd zucht onder. Oh, nou moet ik van mijn baas weer zus en zo, Hans Hoekman. En het zegt, ga jij maar eens eventjes dat en dat uitproberen. Dan zal ik wel zorgen dat dit gaat. Oh, schiet me nog wat naar binnen, zeg. Ja, nu gaan we het ook een beetje als ik dat doe. Dus dat is een flow die ontstaat. Beste Semafor, wat een ongeluk, hè? We leven vreselijk met je mee. En omdat we dachten dat je geen tijd zou hebben om te koken, hebben we wat voor je klaargemaakt. Dat vind ik aardig van jullie. Maar ik ben degene die honger heeft. Het is niet goed om te eten als je ziek bent. Het personage dat ik speelde, dat was mevrouw Beatrix. En wilde graag dat de hele boel altijd op rolletjes liep. En dat liep dus niet op rolletjes. En daar had ze erg veel last van. En dat is heel erg leuk om te spelen, want wat gebeurt er dan? Als er iets voor je voeten ontploft, dan word je hysterisch. En niet zo'n beetje ook. En dat was wel aan mij besteed. Ja, vond ik wel leuk. Die robot is een geweldige uitvinding, Semafor. Ja, het is een hele verbetering vergeleken met die luie hond. In mijn kop, niet erop. Toen ik dat hoofd zag met die krullen zo, toen vond ik echt dat ze een beetje zo moest praten. Want zo klonk ze, zo zag ze eruit. En dat is het ongeveer geworden, denk ik. Hemeltje, wat vreselijk! Dommel, wat is er gebeurd? Sherry was natuurlijk dat hele jonge huttepetitje in die serie. Dat was de enige meisje in die serie. Voor de rest had je dan die hond en mevrouw de buurvrouw en Semafor. En zij was echt het vlindertje wat er tussendoor zweefde. En vrolijkheid ook in het leven van iedereen bracht. Dat, ja, en qua karakter, het was gewoon een heel vrolijk iemand. En ze was natuurlijk heel jong. Wacht eens even, Dommel. Ik geloof dat ik je in slaap kan krijgen. Je moet gewoon doen wat ik zeg. Begin maar met je ogen dicht te doen. Ogen dicht. En dan moet je je nu voorstellen dat je een wei ziet waar schaapjes in ronddartelen. Je stem verandert wel, hoor, naarmate je ouder wordt. Hij wordt lager. Bij de een is dat meer dan bij de ander. De een wordt heel krakerig. Daar heb ik gelukkig helemaal geen last van. Ik kan ook nog vrij hoog, maar ik kan niet meer dat hele hoge van Sherry bijvoorbeeld halen. Dat haal ik gewoon niet meer. Hallo, ik ben het Sherry. Ja, nee, ik kan dat boek gewoon helemaal niet doen. Dat moet ik helemaal niet doen. Dommel, schiet een beetje op. En let er wel op dat je dat gat helemaal afdicht. Ik doe mijn best als ik daarna rustig mag gaan eten. Semafor, zal ik er niet een handje helpen? Het leek me te zwaar voor hem alleen. Het leuke vond ik ook dat ik naast die stem van Semafor, dat pedante professortje, ook uitgekozen ben om de kat
Balthasar de kat te doen. En er moest natuurlijk contrast zijn. En hoe doe je dat? Wat is een kat? Ja, dus dan zit je al in falset gebieden van je stem. En dat ga je dus een beetje uitproberen. Samenwerking weer met Meijndert de Goede, de regisseur. Wat past daar goed bij? Verspeel je niet te veel in je stemregisters voor eventueel andere rollen nog? Dus je moet een beetje doseren. Kan dat kloppen? Ja, het is wel, hij is veel aanwezig. Dus op een gegeven moment kwamen we op dat toch in falset tegenover dat pedante professortje, wat het altijd beter weet. En op die kat die een beetje verneidig, een beetje zeikerig. Qua jongensachtige, hè? Een beetje rot jong. Ook omdat hij voortdurend toch wel in conflict moet zijn met die zullige goeie als een man, hond. Hè? En dan zoek je zo'n stemmetje op in samenwerking met Meijndert de Goede, met de regisseur. En dan kom je uiteindelijk een beeldje laten zien. Even proberen, dit proberen. En dan zal ik het dus zo proberen. En uiteindelijk is dit het geworden. Ik kan al net een leuke grap uithalen voor ik naar de dokter ga. Hier heb ik mosterd en peper. Het leuke was, een leuke aflevering was op een gegeven moment. Moest Dommel een robot spelen. Semaphore had een tweede Dommel uitgevonden in de vorm van een robot. Dus het waren twee, leken precies op elkaar, maar de een sprak als een robot en de ander sprak als Dommel. En dan zat ik, ja meneer, het is goed meneer. Hey, en dan ging ik dus een robot maken van Dommel. Dat was wel leuk, ja. Een robot? Oh, klusjesrobot, ben je nou al klaar met stofzuigen? Dat is snel. Huh? Oh, zo, dat had je niet hoeven doen, zeg. Samenwerking met Meijndert de Goede, dat vond ik ontzettend leuk. Het is de eerste regisseur geweest waarmee ik gewerkt heb. En ik heb er altijd ontzettend veel plezier aan gehad. Ik noem Meijndert altijd als de grootvader der Nederlandse nasynchronisatie. En daar bedoel ik mee. Hij komt vanuit zijn geaardheid, zoals die is, vlijmscherp zeggen, dit vind ik helemaal niks wat ik nou hoor. Maar hij zei het nooit zo dat je niet meer verder kon. Dus hij zei dan ook, met veel humor ook, doe er maar, steek er maar een klein dotje watten in zijn reet, Jan, hè? Dan klinkt hij beter. Dat soort regieaanwijzingen, weet je wel. Beetje fondanterig en nu een beetje zuurder in. Dus beeldend, gevoelsmatig regisseren. En dat heeft geleid tot onze gemeenschappelijke binding in het vak. En ook tot een grote vriendschap, nog steeds. Het is gewoon een hele leuke ploeg. En je ziet elkaar natuurlijk niet zo heel veel. Je lost elkaar af. De een gaat de studio in en de ander komt de studio uit. Maar ja, nee, het was heel erg leuk om die periode ook om dat te doen. En daar heb ik ook echt, wel het vak geleerd. Ja, absoluut. Herinneringen aan de opnames van Dommel waren vooral dat het, als je naar huis ging, dat je zo'n leuk en prettig gestemd gevoel had waarmee je naar huis ging. Dat je lekker had gewerkt, dat je gewaardeerd was in je werk. En nou ja, dat is belangrijk. Dolgezellig overigens. En er was ook, ze keken niet op Bert Baars, die studiochef, die keek niet op het horloge. Er was altijd lekker eten tussendoor. En de afloop, kom even een borrel drinken. Was echt heel gezellig ook. Dat was wel heel leuk aan het eind van die hele serie. Toen had de studio had geregeld dat we allemaal een cel kregen. Een cel, want Dommel is nog getekend, hè? En dat zijn allemaal papiertjes op elkaar, maar ook geschilderd, dus de achtergrondjes. Dus ik heb thuis een schilderijtje van Sherry met Dommel. En dat zijn allemaal cellen achter elkaar met een boodschap van Dupa. Dit was degene die het uitgaf. En dat is, ik word heel vaak nog herinnerd aan Sherry en aan Dommel. Een echte cel, vind ik heel erg leuk. En daar staat ook een inscriptie in, maar die is zo onduidelijk. Of een verhaaltje, dat ik het bijna niet lezen kan. Dear Maria, thanks, uitroepteken. Dommel en Dupa, dat is de club waar het gemaakt is. Ja, dat is natuurlijk vreselijk leuk als je dat krijgt. Een cel is, dat is bijzonder. Daar was ik ook heel blij mee. En ik moet zeggen dat ik een heleboel dingen gewoon ergens in een mapje stop of niet meer heb. Maar deze heb ik echt ingelezen.
Vond je dit een leuke aflevering van Stemmen van Toen? Ja. Hey, ik hoop dat jullie dit liken. En dat jullie veel reacties zullen gaan geven. En alsjeblieft willen jullie dit delen, deze video.